De sneeuwkoningin. Het is nu alweer een hele tijd geleden dat de Duivel voor de grap een spiegel maakte. Het was een echte duivelse spiegel. Wie erin keek, zag niet zichzelf. Nee, die zag een heel lelijk gezicht. Iemand die bijvoorbeeld een grappige wipneus had, zag in de spiegel een stompe varkensnuit en een gezellige sproet werd een grote grauwe wrat. Wie vriendelijk in de spiegel glimlachte, zag een gemene, lelijke grijns. De duivel had echt plezier in zijn spiegel. Ik ben benieuwd hoe de engelen in de hemel er in mijn spiegel uitzien, dacht de duivel. En toen kreeg hij een idee. Hij riep een paar duivels bij elkaar en toen vlogen ze met de spiegel naar de hemel. Maar hoe dichter de duivels bij de hemel kwamen, des te harder begon de spiegel te trillen. En toen ze vlak bij de hemel waren, spatte de spiegel uit elkaar. Miljoenen grote en kleine stukjes glas vielen op aarde. Sommige mensen kregen een splinter van de duivelse spiegel in hun oog. Vanaf dat moment zag de wereld er voor hen lelijk en gemeen uit. Weer anderen kregen een stukje glas in hun hart. Daardoor werd hun hart zo gevoelloos als een ijsklomp. Sommige scherven waren zo groot dat de mensen er een venster uit van maakten. Maar wanneer ze door dat raam hun vrienden zagen aankomen, dan deden ze de deur niet open, want door de ruit zagen ze eruit als lelijke monsters. Dat vond de duivel natuurlijk prachtig. Iedere keer wanneer een rondvliegende scherf iemand raakte, barstte de duivel in lachen uit. In die tijd woonden er in een grote stad twee kinderen, een jongen en een meisje. Het meisje heette Gerda, en de jongen heette Kai. De kinderen woonden recht tegenover elkaar en ze speelden altijd samen. Gerda woonde met haar vader en moeder in een oud huisje aan de ene kant van een smalle steeg, en Kai woonde met zijn grootmoeder aan de andere kant van de steeg. In de loop van de jaren waren hun huisjes langzaam scheef gezakt, zodat de dakgoten elkaar bijna raakten. Gerda en Kai konden zich door hun dakraampjes naar buiten laten zakken, en dan gleden ze zo in de dakgoot. De dakgoot was hun lievelingsplekje. Ze hadden er zelfs een grote bloembak neergezet met twee rozenstruiken. In de zomer bloeiden die struiken werkelijk prachtig. Dan speelden ze dat ze in een tuin waren in plaats van in de dakgoot. Zwinters waren de zolderraampjes vastgevroren, maar dan was het toch veel te koud om in de dakgoot te spelen. Meestal waren Gerda en Kai dan bij de grootmoeder van Kai en speelden dan bij de warme kachel. Soms kregen ze ieder een stuiver. Die warmden ze dan op tegen de kachel en hielden hem daarna tegen de bevroren ruit. Zo kregen ze een heel mooi kijkgaatje. En als ze door dat gaatje keken, konden ze buiten de sneeuwvlokken zien dansen. Dat zijn de witte bijen die uitzwermen, zei de grootmoeder van Kai. Hebben ze ook een koningin? Net als echte bijen? vroeg Kai. Jazeker, zei oma. Ze zweeft voorbij op een donkere wolk en blaast tegen alle ramen, zodat er ijsbloemen opkomen. Ja, ja, riepen Kai en Gerda tegelijk. Dat hebben we wel eens gezien. Op een avond maakte Kai weer een kijkgaatje in de ruit. Droomerig keek hij naar de neerdwarrende sneeuwvlokken. Eén ervan bleef liggen op de vensterbank. Hij smolt alleen niet, zoals de andere sneeuwvlokken. Nee, in plaats daarvan werd hij groter en groter. Ten slotte veranderde de sneeuwvlok in een mooie vrouw. Ze was gekleed in een zachte mantel van sneeuwvlokken. Haar ogen schitterden als sterren. Haar handen waren blauwachtig wit en zo doorzichtig als ijs. Vriendelijk wuifde ze naar Kai. Kai schrok zo dat hij bijna van zijn stoel rolde. Hij holde naar zijn bed en wist niet hoe vlug hij zich onder zijn dekens moest verstoppen. Het was al ver in het voorjaar toen de sneeuw begon te smelten. De hele zomer lang speelden Kai en Gerda in de dakgoot bij hun rozen. Op een middag zaten de kinderen in een mooi platenboek te kijken, juist op het moment dat de torenklok twaalf uur begon te slaan. Ineens voelde Kai iets in zijn oog prikken. Auw, riep hij, ik heb iets in mijn oog gekregen. Gerda keek in zijn oog, maar ze zag niets. Een onzichtbare splinter van de duivelse spiegel was in het oog van Kai terechtgekomen. Kai had ook een scherf in zijn hart gekregen, maar dat had hij niet eens gemerkt. Daarom veranderde zijn hart langzaam in een ijsklomp. Alles om hem heen zag er ineens grauw en lelijk uit. Ik begrijp eigenlijk niet wat je aan die rozen vindt, zei hij tegen Gerda. Boos rukte hij een paar rozen af. Hij gooide ze in de dakgoot en begon erop te stampen. De rest van de zomer plaagde hij Gerda steeds. Vaak wilde hij niet eens met haar spelen, omdat hij haar te vervelend vond. Het werd winter. Kai ging sleetje rijden op het plein. Net als de andere jongens bond hij zijn slee stiekem achter een kar. Zo liet hij zich heerlijk trekken. Maar plotseling zuiste er over het plein een reusachtige agresslee, die getrokken werd door een prachtig wit paard. In de slee zat een mooie dame, helemaal in het wit gekleed. Zo'n slee, dat was nog eens iets vond Kai. Snel bond hij zijn kleine slee vast aan de grote arreslee, en daarna schoot hij in vliegende vaart door de straten. In het begin vond Kai het heerlijk, maar weldra ging het zo hard, dat hij toch wel een beetje bang werd. De dame in de arreslee draaide zich om en glimlachte naar hem. ''Het is net alsof ik haar eerder heb gezien,'' dacht Kai. ''Kom maar bij mij in de slee zitten,'' zei de dame, en dat deed Kai. De mooie vrouw gaf hem een ijskoude kus op zijn voorhoofd. Ik kan je maar één kus geven, zei ze, want anders zou je bevriezen. En toen wist Kai dat ze de sneeuwkoningin was. Hij vond het prettig om naast haar te zitten. Koud had hij het niet, want zijn hart was toch al een ijsklomp. De winter ging voorbij en het werd voorjaar. Kleine Gerda had de hele winter naar Kai gezocht, maar ze had hem niet gevonden. Op een dag liep Gerda naar de rivier. Ze had een paar nieuwe rode schoentjes aan. Lieve rivier, zei ze, je krijgt deze mooie schoentjes als je me vertelt waar mijn vriendje Kai is. En ze gooide haar schoentjes in het water. Maar de rivier spoelde ze terug naar de kant, want die wist ook niet waar Kai was. Dan ga ik zelf maar zoeken, dacht Gerda. En ze stapte in een bootje dat een stukje verderop langs de kant van de rivier lag. Ze liet zich met de stroom meedrijven, terwijl ze goed uitkeek of ze Kai soms ergens zag. De rivier begon steeds sneller te stromen en het bootje begon gevaarlijk te schommelen. Gelukkig stond er aan de oever een oude vrouw met een wandelstok. Die hield het bootje met haar stok tegen en trok haar aan de kant. Het vrouwtje had altijd al graag een dochtertje als Gerda willen hebben. Daarom nam ze haar met zich mee naar huis. Ze gaf haar heerlijk te eten en ze liet haar slapen in een fijn zacht bed. En toen Gerda in bed lag, kamde ze haar haren met een toverkam. Daardoor vergat het meisje helemaal waarom ze op pad was gegaan. Gerda mocht in het tuintje spelen waar alle bloemen stonden die ze kende. Er groeiden voorjaarsbloemen zoals sneeuwklokjes, zomerbloemen zoals margrieten en herfstbloemen zoals asters. En ze bloeiden allemaal tegelijk. Alleen de rozen had het vrouwtje weggetoverd, want anders zag Gerda zich misschien alles weer herinneren. Maar het vrouwtje had vergeten om de rozen van haar hoed te halen, en daardoor moest Gerda ineens toch weer aan huis denken, en aan Kai. Maar toen was het al herfst. Ik moet snel verder, dacht ze, en ze liep weg bij het oude vrouwtje. In het bos kwam ze een grote zwarte kraai tegen. Aan hem vroeg ze, heb je mijn vriendje Kai gezien? Ja, ja, kraste de kraai. Ik weet het niet. Vraag het aan de prinses, die gins in het paleis woont. En dat deed Gerda. Ze vertelde de prinses dat ze haar vriendje Kai aan het zoeken was, maar dat ze hem nergens kon vinden. En toen begon ze te huilen. De prinses kreeg medelijden met Gerda. Ze gaf haar een gouden koets met twee prachtige paarden ervoor om Kai te kunnen gaan zoeken. Gerda bedankte de prinses en stapte in de koets. Ze reed door een donker bos, waar boze rovers rondzwierven. Toen die de mooie koets zagen, hielden ze hem tegen. Die koets nemen wij van je over, zeiden ze. Jij gaat maar lopen. Daar stond Gerda toen helemaal alleen in het grote donkere bos. Gelukkig was er bij die boze rovers ook een aardig klein roversmeisje. Ga jij maar met mij mee hoor zei ze tegen Gerda. ''Ik vind je lief. Ik zal wat eten voor je maken en daarna mag je in mijn bed slapen.'' De meisjes liepen samen naar het roverschool. Ondertussen vertelde Gerda waarom ze op reis was. ''En wat moet ik nu verder?'' zei ze. ''Hoe kom ik dit bos uit zonder koets?'' ''Ik zal mijn dieren om raad vragen,'' zei het roversmeisje. Ze had een heleboel duiven en ook een rendier. De duiven zeiden, ''Gerda moet naar Lapland gaan.'' Misschien is Kai daar. En het rendier zei: Ik wil haar daar wel naartoe brengen. Ja, dat is een goed idee, zei het roversmeisje, en ze hielp Gerda op de rug van het rendier. Houd je goed vast, riep ze. Het roversmeisje zwaaide Gerda nog een lange tijd na. Gerda klemde haar armen stevig om de hals van het rendier, en daar gingen ze. Hoe dichter ze bij Lapland kwamen, des te kouder werd het. Kijk, zei het rendier zie je dat licht in de verte dat is het noorderlicht nu zijn we er bijna eindelijk hield het rendier stil voor een tent die eenzaam in de sneeuw stond hier woont een laplandse vrouw die ik goed ken zei hij stap maar af och wat zie jij er verkleumd uit zei de vrouw tegen gerda kom maar gauw binnen gerda vertelde dat ze op zoek was naar haar vriendje kai is hij het laatst gezien met zijn slee, zeg je? vroeg de vrouw. Dan zal de sneeuwkoningin hem wel hebben meegenomen. Die woont in Finland. Dan ga ik direct naar Finland toe, riep Gerda blij. Arm kind, dat is nog een heel eind, zei de Laplandse vrouw. Maar Gerda was alweer op de rug van een rendier geklommen. Zo een haast had ze. Ik zal een briefje meegeven voor een Finse vriendin van me, zei de vrouw. Zij helpt je wel verder. En ze kraste een paar woorden op een stokvisvel, want ze had geen potlood en papier. In vliegende vaart vertrok het rendier naar Finland. Gerda had het ijskoud, want ze had geen jas bij zich. Eindelijk kwam ze aan bij het huisje van de Finse vrouw. Maar die schudde bezorgd het hoofd. Het ijspaleis van de koningin is heel moeilijk te bereiken, zei ze. Grote sneeuwvlokken zullen je tegenhouden. Oh! Maar dat kan me niet schelen, ik ga toch, zei Gerda dapper. Het rendier bracht haar een eind op weg en zei toen: Hier begint het rijk van de sneeuwkoningin. Nu kan ik niet verder. Veel geluk meisje! En als afscheidsgroet drukte het rendier zijn grote, warme snuit tegen het voorhoofd van het meisje. Gerda liep verder over de kale, witte vlakte. Grote sneeuwvlokken joegen haar in het gezicht. Tegen de hemel schitterde het koude noorderlicht. Half bevroren kwam Gerda aan bij het ijspaleis. Bibberend dwaalde ze door de hoge witte zalen. En eindelijk, eindelijk zag ze een klein jongetje op een ijsblok zitten. Kai, Kai, riep Gerda. Tranen van blijdschap rolden over haar wangen. Maar Kai keek haar alleen maar ijskoud aan. Hij zei niets tegen haar, tot de warme tranen van Gerda op zijn hand drukte. Toen begon er iets in hem te smelten. Gerda zag het en ze sloeg haar armen om hem heen. Zo verdreef ze de ijzige kou uit zijn hart. Waar bleef je zo lang, Gerda? Zei hij opeens. Laten we gauw naar huis gaan. Ja, zei Gerda. We gaan gauw naar onze rozen in de dakgoot. Toen Kai aan de rozen dacht en aan zijn grootmoeder begon hij te huilen. En op dat ogenblik spoelde het stukje glas uit zijn oog.